Yo gasten van Lazy Luke X, ik ga vandaag weer verder met de War Z. En eigenlijk had ik niet zo zin in een normaal verder gaan met de War Z, met ons karakter hier livestream-tijn. En dat zal ik even vertellen. Het is namelijk zo, ik had gefilmd en toen crashte mijn computer en was mijn hele video naar de knoppen. Dus ik moest weer helemaal opnieuw opnemen en ik was bij het vliegveld en het was vet spannend. En het was gewoon vet zonde, dus ik dacht van ik ga gewoon even Bandit-achtig zijn. En ik ga even wat shit op dit karakter zetten. Zo, dat zoals je hier kan zien heb ik echt dikke shit. Dan denk ik van, what the fuck, hoe kom je eraan? Ik heb fucking veel geraald. Want het spel is echt gewoon anders niet leuk. Dus ja, ik doe dat gewoon en we gaan nu even PK'en, zoals je een player killen. En dat betekent dus ook dat we even wat drukke reserve gaan joinen. Ik dacht dat vandaag of gisteren de update uit zou komen voor clans. En het is er nog steeds niet, maar deze video die zet ik vandaag erop. En dan ga ik vanavond een livestream doen. Gewoon waar zie je en als je mee wilt doen met de livestream. Dus dat je meedoet als groep. En vraag ik eerst, heb je een beetje een normale stem? Dit is niet om gemeen te zijn, maar ik begrijp heel goed dat mensen het niet leuk vinden als er wat mensen in de livestream zitten die een beetje een hoge stem hebben. En dat is niet gemeen, had ik vroeger ook. Dan kan je niks aan doen, dan moet je gewoon even wachten tot je wat ouder wordt. En dan komt het helemaal goed. Maar als jij nou een beetje normale stem hebt en je bars hier en denkt van die Tijn is wel een goede gozer. Dan heb ik wel zin om lekker mee de War Z te gaan doen. Nou, dan moet je even in de comments achterlaten. Dan zal ik je even een berichtje sturen en dan we wisselen Skypes uit en dan komt het helemaal goed. En dan om 7 uur zou je mee kunnen doen met de livestream. Als je natuurlijk gewoon met me wil spelen, kan het ook. Dat, je hoeft helemaal niet per se mee te doen met de livestream. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Want hoe meer mensen, hoe leuker. We gaan even server 13. Die zit aardig vol. Dan maar hopen dat we niet te veel hackers hebben. Want dat haat ik echt enorm erg. Dat kan ik echt niet tegen. Maar ze zeggen dat het allemaal gefixt is. Dus dat hopen we maar. Ja. Wie weet gaan we dood. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Dit is trouwens geen deel van de War Z serie. Dit is gewoon een tussendoortje, want ik had jullie War Z beloofd. En deze keer hou ik me wel even aan mijn belofte. Dat heb ik andere keren ook anders gedaan. Maar soms heb ik even dingetjes te doen die ik toch even moet doen. Maar ja. Ik speel nu ook een ander spel. Dat heet PlanetSide 2. Dat is, zit ook nog een beta of een alpha of zo, ik weet niet helemaal. Maar dat is echt, dat is hartstikke leuk. Dus misschien dat ik daar ook nog wat video's van ga maken. Dat wil ik ook weer met andere mensen doen, want in mijn eentje, dat is gewoon niet leuk. De War Z is er wel in je eentje leuk, maar bepaalde dingen, ook niet alles. Het is altijd leuker als je met andere mensen bent. Luke heeft gepland het site en die houdt ook niet zo van RC, dus dat is echt erg jammer. Maar ja. We gaan even kijken. Oké, okay. Ja. En we gaan even attachments op deze sniper zetten. Ik heb een hele mooie attachment gekregen. Blackwater Long Range. Dat is echt, daar kan je snijpen nou. Echt niet normaal. Dat is echt een mooi ding. Ik heb zo'n gevoel dat iemand ons op zit te wachten hier al. We gaan even achter de boom schuilen. Want als we eenmaal uit de zee zou zijn, dan zijn we niet meer veilig. We zitten nog in de zeezone. Ik heb de laatste tijd altijd gehad dat er iemand gewoon staat. Heb ik iets bij me waarmee ik kan kijken? Nee. Waarom ga ik uit de server? Oké.
Dat heb ik de laatste tijd echt vaak, dat ik uit de server gepleurd word. Maar om een of andere... eigenlijk om geen ene reden. Misschien dat de servers nu down gaan. Dat zou kut zijn. Dan moet ik de video even stopzetten en dan... moet ik al die andere shit doen. Fetching games list from server. Misschien is er wel een update. Dat zou kunnen, ik weet niet. Volgens mij doen ze er een update overdag bij ons dan. Dan. Oh, kijk. Misschien is mijn internet gewoon wel een beetje kut bezig. We gaan wel wat minder drukke server dan. Ik heb zin in een bananenhuis. Ik heb zo'n hele pot bananenijs net opgegeten, maar ik heb nog meer zin in bananenijs. Bananenijs is cool. Maar laten we verder gaan. Ik hoop dat we even 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 kills maken. Als het er niet 10 zijn. Kan ik even laten zien hoe leuk dat is met de sniper die iedereen vermoorden. Dat is best wel grappig. Met mijn sniper, die is trouwens fucking hard. Die, als je daarmee schiet, dan schrikt iedereen om je heen. Schrikt zich helemaal de tering. Dat is echt geweldig. Vind ik echt mooi. We hadden een back MRA, want we moesten even wat vreten nemen. We zijn nu het is season, maar we... Oh nee, we zitten nog in. Blackwater Long Range. Die scope veel verder in, dat laat ik zo ook wel zien. Dat zijn attachments. Ik heb nog meer attachments van mijn assault rifle, laat ik ze ook allemaal zien. Ik heb een pickaxe en dat vind ik toch zo geweldig. Kijk, die pickaxe. Fucking nice. Dat ziet er echt cool uit. Ik heb trouwens ook een fucking huge backpack. Ik heb echt de beste van de beste. Maar deze pickaxe is echt cool. Daar heb ik echt veel voor getraind voor zijn stomme pickaxe, maar hij is echt cool. Om gewoon zo'n groot ding. Zo, hoppakee. Dan kom je op die noobies afrennen, helemaal kapot slaan. Het ziet er vet grappig uit. Ja. Ik laat even zien, nu heb ik die Blackwater Long Range op. Kijk, dit is best wel verre scope. Ik zal het even uittesten. Dus eerst die andere erop, de normale. Oh. Ik weet niet of jullie het verschil kunnen zien. Kijk, dan zoomen we in op de bomen, dan is hij ongeveer zo groot. En dan de Blackwater. Dan is hij veel dichterbij. Zien jullie dat? Ja, dat zien jullie. Dus Blackwater Long Range, die scope veel beter in. Vind ik echt een mooie scope. Ben ik echt blij mee. Dat was een van de dingen waar ik echt voor ging. Ik laat ook wel even zien op mijn Scar Nightstalker. Die is trouwens ook verder her. Kijk, zie je blauw wapen. Dat is echt mooi. Doen we hier ook even. Hier forward grip heb ik voor silencer en red dot. Ik heb ook compact scope. Red dot is gewoon dit. En silencer zie je silenced. Compact scope, dat is een soort van ECOG. Zoom je nog even wat verder in. Dat is wel grappig. En ik hou liever van de red dot eigenlijk. ECOG die compact scope, die zoomt een beetje te ver in voor een assault rifle, vind ik. Vind ik niet helemaal makkelijk. Dus ja, dat zijn zeg maar de echte wapens die ik echt heb. Van, als het zeg maar gaat om dikke shit. Als ik geen kills maak binnen, laten we zeggen, 10 minuten, dan spoel ik het gewoon even door. Totdat ik wel even wat actie in de video heb, want er moet echt even wat actie komen. Want anders is hier ook niks aan. Ik kan ook wel alles mooi hebben laten zien. Maar we zitten in een dikke stad, dus het zal vast niet te weinig actie zijn. Wat wel is dat mijn frame rate wat langzamer is. Dus het hapert een beetje in de grote stad. Het komt niet omdat mijn computer heel slecht is. Ik wil niet zeggen dat het een perfect ding is, want dat is natuurlijk ook wel weer een beetje oud en achterhaald. Maar het kan er nog makkelijk mee door. Maar het is... Oh, wow, wow. Wow, 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 wow. Horen jullie dat? Wow, 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 wow. Waar de fuck komt dat vandaan? Dat was niet op mij, dat is één ding dat zeker is. What the hell? Oké, laat me even mijn sniper erbij pakken. F6.
Op dit soort momenten krijg je echt zo heartbeat door je heen, zeg maar. Zo van. Ik ga trouwens niemand zitten. Het was niet op mij. Ze zitten elkaar te bevechten. Ik ben benieuwd wat ze dan hebben. Ik ga bovenop die brug. Ga ik vanaf daar even kijken of ik even iemand neer kan snijpen. Of zit ze nu ook al bovenop die gebouwen? Tegenwoordig komen mensen overal bovenop glitchend. Dat blijkt geen hack te zijn. Blijkbaar zou ik dat ook moeten kunnen. Maar ik weet echt niet hoe. En ik ga het ook niet doen. Want ik vind het een beetje cheat als ik eerlijk mag zijn. Ik doe zelf ook genoeg dingen die cheaten zijn. Zoals bijvoorbeeld dat kruisje in het midden. Andere mensen vinden dat cheat. Ik vind het eigenlijk gewoon wel handig. Het programmaatje. Ik heb geen idee meer waar het was. Heel veel mensen vroegen me nog. Van wat wil je dat programma geven? Ik heb rondgezocht. Ik weet echt niet waar ik het vandaan heb. Mijn vriend gaf het ooit. Ik weet niet meer waarvoor. Maar die gaf het ooit aan mij ofzo. En ik was er wel blij mee. Want ik ken ook wel mensen die tekenen bijvoorbeeld een stipje op hun tv of op hun monitor. Van daar is het midden. Dat zie ik ook vaak genoeg gebeuren. Kijk, we zitten midden in de stad. Dan gaan we weer switchen naar onze Night Stalker. Wat wel kut is dat je elke keer weer die attachments erop moet zetten. Ik hoorde een schot, hoor ik. Dat nou goed. Daar zitten ze misschien in dat gebouw. Dat is wel zo'n spot waar ze vaak zich bevinden. Ik denk dat er wel daar iemand in zit. Er zit sowieso wel iemand met een sniper in deze game. Waar die zit, dat is nog maar de vraag. Wij gaan sowieso even op de brug met de sniper. We gaan niet scarren. Dat heb ik geen zin in. Ik ben gewoon veel beter met sniper. Sniper is gewoon one hit. Deze sniper die is fucking hard. Dus als ik straks iemand probeer te schieten, schrik niet. Dat was op mij gericht. Dat was op mij gericht. Oké. Dan heb je één keuze. Dat is uitloggen. Maar dat ga ik niet doen, want dat is pushy. Dus dan ga ik dood. Nee, fuck. Dat is kut. Dat is echt kut. Hoe weet hij trouwens? Hij is fucking goed, denk ik. Holy shit, oké, je ziet het. Deze gozer is een fucking pro. En die gaat echt niet stoppen met op mij schieten. Die gaat echt alles doen om mij te raken. Ik wil geen pushy zijn in mijn video's en uit gaan loggen. We wachten gewoon even. En er waren eens twee biggies. En die hadden een paar plu. En die gingen toen onder het regen lopen. Haha, leuk. Oké. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij zit echt op mij gericht, dat weet ik 100% zeker. Sowieso. Oh, third person. Ik kan een beetje kijken. Maar het is een sniper, dus hij zal ergens boven in dat gebouw zitten. Op dat gebouw. Ergens daar. Hij zal niet zomaar voor me staan ofzo. Zien jullie hem? Als ik eerlijk mag zijn, zie ik helemaal niks. Maar ik ben natuurlijk ook niet goed ingezoomd. Gelukkig miste die. Hij kon, als hij me raakte, dan was ik weg. Dan was ik echt dood. Waar is hij? Zie je hem? Wow.
Dat was niet op mij. Ik kon mij niet raken. Waar zit hij dan? Ik ben echt benieuwd waar hij is dan. Zal ik het wagen? Kijk, het is fucking kut. Nou niet. Waar die dan wel is, dat is dan meer de vraag. Oh man. Nice ESP effect. It's good thing I'm fitting. Ah, ik maak ook een video. Dus dit zou een hack kunnen zijn. Niet dat ik dan zoiets heb. Vraag hem toch video! Maar. Oh, weten jullie hoe erg het is? En, hebben jullie het ook door? Misschien medeleven met mij. Hij heeft. Hij is dichterbij dan net. Kijk, klinkt veel harder. Laten we dat zeggen. Waar schiet hij op? Ik kan me toch niet raken. Kijk, handen los. Oh, ik zag hem. Ah, en hij heeft me. Fucking hell. Ze zag me vliegen dan, hè. Oké. Ik ben niet zeker, maar Kane Meulker verdenk ik wel zeker. Het is wel verdenkable. Ja, dan ik vind het zo stom om hier te eindigen. Ik kan het hier wel eindigen. Weet je, dit is gewoon een soort van livestream aankondiging video met een soort van bonusachtig iets erbij. Dan moet het maar even zo. Jammer dat we dood zijn gegaan. Daar kunnen we niks aan doen. Het, hij heeft onze loot. Nou, we hadden niet heel. Ja, eigenlijk wel. We hadden best wel goede shit. Maar ja, dit was de Warzy. En dan zien we jullie bij de livestream, als jullie kijken. 7 uur vanavond. Ik hoop dat jullie komen. Het is woensdag, dus niet dat je deze video morgen ziet. Dat je denkt van, ah, livestream. Het is de woensdag. Ik zal nog even de datum erbij zeggen. Woensdag de 14e. 14 november. Dus niet dat je denkt van dat het nog is. Ik zeg het even voor de zekerheid. Dus ik hoop dat jullie allemaal kijken bij de livestream. En dat wordt hartstikke leuk. En als je nog even mee wilt doen en je hebt een beetje goede stem. Moet je gewoon even in de comments achterlaten. En dan komt het helemaal goed. Check alle comments. Behalve als jullie helemaal vol gaan spammen. Dat er 1000 comments staan. Want dan is het een beetje te veel. Maar dan spreek ik jullie bij de livestream. Dus tot de livestream.